Lasse Schöne, afgelopen week stond in het teken van verbijstering en verdriet naar aanleiding van het nieuws over Abdelhak Nouri. Hoe gaat het nu met jullie? Nou, verdriet is er nog steeds aanwezig. En veel ook. Maar goed, we moeten ook verder. En het staat natuurlijk een belangrijke wedstrijd om de deur. Dus het zijn belangrijke wedstrijden. We hebben 90 minuten in de benen. Maar het is duidelijk dat, zodra het veld instapt, dan kan je het even loslaten. Maar zodra het er weer uitgaat, dan speelt het wel. Maar goed, we hebben elkaar. We hebben veel steun aan elkaar. En dat zie je ook wel, dat wij dat we veel aan elkaar hebben. En dat is vooral belangrijk in deze tijd. Maar dit is soms ook wel eens even lekker. Als je even de lijnen binnen gaat, dan even, laat je het even. Maar daarna kan je weer aan gaan denken. Vandaag een oefenwedstrijd gespeeld tegen een hele goede tegenstander. Hoe ging het? Nou, ik vond ons niet goed spelen vandaag. Het was een goede tegenstander, maar ik kwam nooit echt in het spel. Bij Vlaag speelde hem wel rond, maar kwamen niet echt door de kansen. Het liep niet zoals we hadden gehoopt. Maar zoals je zei, het plan van vandaag was ook die 90 minuten in de benen. En een stap dichter bij volgende week woensdag. Precies, en Armin Younes is ook alweer terug. Zo langzamerhand begint het basisteam van vorig jaar weer gestalte te krijgen. Ja, tuurlijk. Hij heeft natuurlijk een lang seizoen gehad. Dus die kwam zijn slijt iets later bij. Die heeft nu zijn eerste minuten gemaakt. Dus het is belangrijk dat we nu iedereen erbij krijgen. En dat we daar kan werken naar woensdag toe. Er is nog maar een week. Hè? Hoe zie jij die komende week voor je? Wat moeten jullie nog doen? Nou, we kunnen absoluut stappen maken. Maar goed, zo'n wedstrijd is ook anders dan een oefenwedstrijd natuurlijk. Maar duidelijk dat het beter moet. En dat kan het ook. En dat hebben we ook bij Vlagen laten zien. Wel vandaag, maar ook... de andere wedstrijden, dus we kunnen er wel. En kijk, als sportsman is het nooit leuk te verliezen. We hadden liever vandaag ook willen winnen, maar het resultaat is nu niet belangrijk. Het gaat om die minuten die je maakt en die fittheid. En dat we, ja, zoals ik zei, een stap dichter bij woensdag komen. En hoe ben jij uit de zomer gekomen? Ja, prima. Prima. Het was voor mij ook een korte zomer, maar het is wel lekker om weer te beginnen. Natuurlijk nieuwe uitdaging, spelers weg, nieuwe trainer. Ik heb er wel weer zin in. Dus afgelopen zaterdag, de eerste 20 minuten tegen Genk, speelde je geweldig. Ja, nou ja, laten we dat 20-90 van me maken. Dat zou wel mooier zijn. Maar goed, dat was ook die eerste half uur, 20 minuten was goed van onze kant. Lekker goed veld ook. En vandaag was het wel natuurlijk een drama. Maar het werkte niet echt in ons voordeel, maar ons eigen veld en op de toekomst is een stuk beter als we onze voetbal spelen. Maar zoals ik zei, resultaten aan de kant, we maakten weer de 90 minuten en dat is het belangrijkste. Je bent nu in Frankrijk, volgende week weer aftellen naar Nice. Sorry, nog een keer? Je bent nu in Frankrijk, volgende week weer aftellen naar Nice. Ja, gaan we weer naar Frankrijk. Ik was al op vakantie in Frankrijk, Ik kom heel vaak hier, maar het was succes. Het was een goede wedstrijd voor ons. En nu morgen weer terug en dan voorbereiden op Nice. En zoals we hebben nu dik een week. Dus woensdag zijn we er klaar voor.